spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het land? Vandaag organiseren we een sprookjestocht met een familiepicknick in het Weierkesbos. En dat doen we als afsluiter van de campagne Talen Troef, waarbij we eigenlijk de rijkdom van meertaligheid in de schijnwerpers willen zetten en ook het belang van onze samenleeftaal van het Nederlands. En vanuit Kind en Taal bereiken we in Heusenzolder heel veel gezinnen. We gaan op huisbezoek bij hun. We spelen met de kinderen en we creëren eigenlijk een band tussen de mama en het kind. Wij organiseren instapuurtjes, instapklasjes. Zo zorgen we dat eigenlijk de gezinnen bij elkaar komen, een sociaal netwerk vormen. We focussen ons naar de kindjes tussen 0 en 3 jaar, omdat voor ons een sterke fundering heel belangrijk is. Kinderen zien we als sponsjes, ze nemen tussen die leeftijd heel veel op en daarom 0-3 jaar. Ik spreek je thuis Nederlands, maar mijn oma is wel van Italiaanse afkomst, maar ze heeft ons altijd Nederlands geleerd, omdat ze vindt Nederlands heel belangrijk voor ons, omdat we in België wonen. Ja, dat is heel fijn voor kinderen spelen en bewegen en dat is echt heel fijn, ja. Ik vond het heel leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Gewandeld en we hebben Roodkapje en Sneeuwwitje gezien en de rest. Het is voor herhaling vatbaar. Het was heel leuk voor de kinderen. En we komen volgend jaar zeker terug.